Stichting Jeugd aan het Verzorging viert vandaag haar 44-jarig bestaan met een speciale editie van het Kring TV-programma in samenwerking met de Stichting Leven en Gezondheid Suriname. Dit jaarlijks initiatief biedt gratis standheelkundige zorg aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Sandro Alberga, voorzitter van het bestuur van de Stichting Jeugd aan het Verzorging JTV, vindt het programma van de stichting prijzenswaardig, omdat het vaak zo is dat het belang van mondgezondheid van jonge kinderen onderschat wordt. JTV stelt haar faciliteiten beschikbaar en uw stichting samen met de donoren zullen ervoor zorgen dat een aantal kinderen zorg kunnen krijgen. Maar ik wil deze stichting en ik wil ook JTV met dit project feliciteren. En ik wil u allen ook heel veel succes toewensen met dit project. En ik wil de ouders die de kinderen brengen om dit soort projecten, om mee te doen aan dit soort projecten, wil ik ook daarbij complimenteren het voor het feit dat ze hebben geïdentificeerd dat het belangrijk is voor hun kinderen om een goede mondgezondheid te hebben. Verder roep ik ook alle andere ouders op, omdat zoals u weet, JTV is een stichting die tegen de laagst mogelijke prijs mondgezondheid aanbiedt. En vaak denkt men de tandarts is duur en tandheelkunde is duur en dat is ook zo, maar gelukkig niet bij de Stichting Jeugdtandverzorging. Het Kring TV-programma is gericht op behoud van een gezond leven en een gezond gebit. De penningmeester van de Stichting Leven en Gezondheid Suriname, Richenel Ellekom, vertelt dat het idee al in 2016 begon, maar dan met buitenlandse specialisten. In 2017 begon het Kring TV-programma. Dit jaar is de Stichting Jeugd aan het Verzorging erbij. Ellekom is ervan overtuigd dat dit programma zijn voortgang zal blijven vinden. Volgend jaar gaan we door. In feite, dit programma loopt van september tot november. Dus we gaan op verschillende plekken in Suriname, we zijn in Groningen, misschien Coroni, Kommerwijn enzovoort. Dus dit programma draaien. Volgend jaar zal er iets nieuws toegevoegd worden aan dit programma. Ellekom verklapt dat een afkikproject voor roken in voorbereiding is.